vraagt zich natuurlijk af wat dit mooie ding hier te maken heeft, want andere mensen gaan natuurlijk erin. Het is toevallig iets dat wij hebben gehad in verband met Blakamandé, hebben ze speciaal gemaakt. Het ligt toevallig in de zaal omdat het vernist gaat worden. Het is heel... Dus denk u geen andere dingen aan te doen. Maar een andere bol, we vonden het gewoon leuk hoor. Dus wil u een andere bol? Ik heb toch wel een opmerking. Zeg het maar. Die bol is één cultuuruiting. En om te voorkomen, ik heb er geen moeite mee, om te voorkomen dat je het verwijt krijgt, dat u één specifieke cultuuruiting heeft gebruikt. Ik kan me hier een neutrale bol alsjeblieft. Meneer Grode aan de achterkant, mag ik u vragen of u, omdat we niet echt soep verdelen hier, dus we hebben niet echt bol, en het is niet van iedereen. Mag ik u vragen om een bol voor mij te zoeken? Is de rest er mee eens, want het heeft geen bedoeling gehad. U mag die bol ook lezen. Laat mij even in verband met zoveelste verjaardag van. Als ik even mag, mensen alsjeblieft. We zijn hier de essentie van de vergadering in zijn loop te trekken. Niet een discussie om een boel. Klopt. Oké, u bent het mee eens, allemaal. Duidelijk aangeven dat ik wel trots op iedere cultuur van het land ben. U wil geen van de vertegenwoordigers komen kijken of er geen merktekens op de loten zijn? Ik zou wel gaan kijken. Goed zo, ik ben er allemaal mee. We gaan beginnen om de alternatieve combinatie te vragen om de vertegenwoordiger naar voren te sturen. Het gaat alfabetisch, hè? Nummer 7. Bepaalde mensen vinden het niet zo leuk dat de 7, hè? Andere mensen zullen 7 willen. Maar het is goed. We mogen een grapje maken, toch, meneer Pieter? We moeten blijven lachen, daarom zijn we broer en zuster. Een nieuwe combinatie. Nummer 4. Een nieuwe combinatie, die komt op nummer 4. Amazone partij. Nummer 6. Nummer 6. Is dat Doe? Ja, dat vertegenwoordiger van Doe. Nummer 9. Doe is dus nummer 9 op de lijst. DRS. DRS is nummer 10. De vertegenwoordiger van Megafront. Nummer 11. Nummer 11. Nationale Democratische Partij. Nummer 8. Nationale Ontwikkelingspartij. Nummer 3. De PALU. PALU is nummer 1. PALU is nummer 1 op de lijst. Ping. De partij Ping, meneer Jouw. Ine is al weg, meneer Jouw. Meneer Jouw is mijn goede vriend. Nummer 2. Op de lijst, nummer 2. En dan V7. Niemand anders getrokken hoor. Ik bedoel 5 zetels. Ja, prachtig. Nee, ja, die gaat voor 5, ik kom op. Ja, prachtig. De volgorde die u heeft getrokken is de volgorde waarop u op de lijst gaat. Geef niet per se aan wat u binnenhaalt en zo, dat ligt helemaal aan u. Onze taak is om de volgorde van de lijst te bepalen. We wensen u in die volgorde heel veel succes.